Hoi, ik ben terug van snowboardvakantie en ik dacht ik maak er even kort een filmpje van. Aangezien dat ik weer met het fotobucketprobleem zit, erg ambetant. Ik hoop dat ik snel gewoon terug een eigen site heb en dat dat probleem voor eens en voor altijd is opgelost. Ja, het snowboarden was dus enorm tof. Ik ben wel een beetje heel stijf, vooral mijn rechtervoorbeen, omdat dat mijn been is waarmee dat ik voorsta op mijn bord. En uw voorste been, daar zit eigenlijk het meeste druk op wanneer dat je snelheid wilt halen. Dus ik loop een beetje half kreupel, maar dat zal wel overgaan. Ja, ik was dus niet de slechtste deze. Ja, want de vriend van mijn... Dacht ze? De vriend van de zus van mijn vriend ging mee en die had dat nog nooit niet gedaan. Dat was zijn eerste keer. En met mij de vierde keer ondertussen. En het ging echt al keiveel beter. Ik kon echt goed volgen en zo. Ik ben alleen wel sneller moe. En ja, in het heenrijden en terugrijden waren we met twee auto's. En we hadden ook onze walkie-talkies mee. Erg handig. Vooral wanneer er dan eens een auto passeert of een vrachtwagen. Die hebben ook van die walkie-talkies. Dan konden wij die zo afluisteren en zo. Altijd wel spannend. Ja, verder... Ja, s'avonds speelden we vooral eigenlijk spelletjes. Ik weet niet of jullie Carcassonne kennen, zoiets als de kolonisten of Risk. Heel plezant, zoiets geen tv, geen computer, maar gewoon spelletjes spelen en ja, samen zijn eigenlijk. Ja, en 's middags gingen we wel vaak eten om eens even te rusten, want dan kon die botten uit doen en zo. Ja, wat kan ik nog meer over de vakantie vertellen? Ik had er gewoon denk ik een paar filmpjes in. Gisteren, ja, gisteren zijn we de baloe gaan halen. Die zit hier op mijn schootje trouwens. Ik zal hem eens tonen. Wow, hier is hem zo. Kijk eens naar de camera, jongen. Maar hij wil niet kijken. Hij was dus ziek geweest. Ziek van de stress, denk ik. Hij was misselijk en diarree. Maar sinds dat hem thuis is, is hem eigenlijk terug. Is terug over. Dus het zal de stress zijn geweest. En hij zit al een hele tijd te snorren vanaf gisteren. We hebben hem wel gisteren even alleen moeten laten, want dat was het aan Charlie, een neefje van mijn vriend, zijn eerste verjaardag. En het was heel plezant, want het was goed weer en er kwamen alle kindjes buiten en zo. En ik had ook... mijn Assos dingetje aan, waar ik nog altijd geen foto van heb getoond, maar ik heb er nu wel een foto van. En ja, verder heb ik ook die mascara van Rimmel aangekregen, Sexy Curves. Ik heb hem gisteren gebruikt en ik vond de verpakking wel heel mooi, het paars. En het staat wel mooi in je handtas of in je make-up tas. Maar ik vond het borsteltje zelf nogal onhandig. Dat was niet echt mijn ding. Ik weet, mijn stem klinkt nogal moe. Het is precies nogal vroeg voor mij. Maar ja, ik hoop dat jullie toch iets aan deze filmpje hebben. En het volgende filmpje gaat over de MAC Sugar Sweet Collection. En daarna komt er nog een heel leuk filmpje dat ik al lang heb beloofd. En dat komt er binnenkort aan. Bedankt, Baloo. Dag.